Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 6 maart van Weerplaza. Voorlopig is het een komen en gaan van storingen. Een lage drukgebied boven Engeland trekt vandaag naar de Noordzee. Een storing, daar hebben we vandaag mee te maken. En ook morgen is er nog veel nattigheid van diverse storingen. Maar vanochtend valt het nog mee. Het is wel veelal bewolkt. In het oosten breekt nu en dan de zon even door. Later vanochtend raakt het bewolkt en vooral vanmiddag valt er van tijd tot tijd regen of motregen. De temperatuur ligt wel aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Het is 9 graden in Den Helder tot 14 in Limburg en daarbij waait een matige tot krachtige wind vanuit het zuiden. Vanavond is het ook nog nat en ook morgenochtend hebben we met veel nattigheid te maken. Vooral in de ochtendspits kan er veel regen vallen en zijn zware windstoten mogelijk. Ook waait het de rest van de dag behoorlijk vanuit het zuidwesten. Een harde tot stormachtige wind aan zee en zware windvlagen zijn ook hinderlijk in het verkeer. In de middag is het allemaal wat beter, met de zon erbij, misschien nog een enkele bui. En het wordt morgen 9 tot 11 graden. Op vrijdag een tijdelijke weersverbetering, vaker droog. Een enkele bui is echter niet uit te sluiten. Het wordt 8 tot 10 graden bij een matig tot krachtige wind vanuit het zuidwesten. In het weekend hebben we weer te maken met veel wind. Vooral op de zaterdag kan het stormachtig gaan waaien aan zee. Het is ook nog behoorlijk wisselvallig met elke dag van tijd tot tijd regen. De temperatuur ligt rond de normale waarde van 8 graden. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.